We staan hier in het nieuwgebouwde cruise terminal te Zeebrugge. De bedoeling was om het groot bezoekerscentrum te kunnen opsplitsen in twee delen door middel van een akoestische wand. En deze wand bedraagt 16 meter op 3,75 meter hoog. De issues waren bij het project vooral 1. De akoestiek, 2. De stapelruimte en 3. De evacuatie. Wat de akoestiek betreft hebben we hier een mobiele wand geleverd type 85 37 dB. Uiteraard met de dubbele deur is dit voldoende en ook voor het gebruik van de zaal. Het tweede puntje was de stapelruimte. Het was de bedoeling dat deze kon gestockeerd worden tussen, of in een soort nis, tussen twee kasten door, waardoor dat we een dubbele wissel hebben moeten gebruiken. En er kon ervoor zorgen dat wanneer de wand in open toestand stond, dat die mooi tussen de twee kasten door was. En een derde puntje was de evacuatie. Het is een groot bezoekerscentrum waar een aantal personen kunnen zijn. En de brandweer moest een grote evacuatieweg hebben en vrij gemakkelijk toegankelijk. Vandaar deze antipaniekbar op een dubbele deur, waardoor men een heel mooie doorgang kan creëren en waardoor men een gemakkelijke vluchtweg heeft.